Vandaag, de grote dag. Wie worden de finalisten van het AVRO Junior Songfestival 2011? Wie ga ik vandaag overvallen met het goede nieuws? Ik ben er klaar voor. Op naar de eerste finalist. We zijn op weg naar de allereerste finalist. En daarvoor moeten we naar Oorschot. Yeah, yeah, yeah. En hier woont de eerste finalist, die nu nog niets vermoedend ligt te slapen. Maar niet voor lang. Muziek. Ja hoor, we hebben hem wakker gekregen. De eerste finalist van dit jaar is Polle met Music in My Heart. Meesten zitten zuren omdat dat eigenlijk niet mag. Music in my heart. Music in my heart. Pa 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 da 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 pa 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 da. Goedemorgen, vriend. Dat is leuk wakker worden, hè? Ja. Ik heb iets voor je. Yes! Yes! Gefeliciteerd. Dankjewel. Kom je bij mee? Oké. Ik geloof het niet. Morgen. Ik hoorde ineens mijn liedje. Dan keek ik door het raam en toen zag ik deze bus. Uiteindelijk toen zag ik de camera en toen dacht ik, oh nee. Nee. En toen was het wel. En toen was ik echt heel blij, maar ik kan het nog steeds niet geloven. Wat denk je dat we gaan doen vandaag? Ik zou het echt niet weten. Wij gaan vandaag alle finalisten gaan wij ophalen in deze bus. Waar we naartoe gaan, dat ga ik nog niet verklappen. Maar wie denk je dat de volgende naam is die in deze envelop zit? Noem er maar één. Joël. Ja. Joël overvallen we in dit tuincentrum. Niets vermoedend is hij met zijn ouders aan het shoppen, terwijl wij de geluidsinstallatie checken. Waar straks zijn nummer door klinkt. Muziek. Dat is raar. Hey, Joël. Hoi. Hoi. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Mooi liedje was dat net, hè? Ik heb iets voor je. Maak hem maar open. Je zit in de halve finale! Oh, mijn god. Gefeliciteerd. Jij. Ik kan het niet geloven. Nee, echt niet. Het is echt zo. Lees maar voor wat er staat. Finalist Junior Songfestival 2011, Joël. Hey! Hey, Joël. Hey. Gefeliciteerd. Ja, ik heb het idee dat jullie het toch nog niet helemaal kunnen geloven. Nee, kunnen we ook niet. Nee, maar het is gewoon een programma waar ik elk jaar weer naar kijk, waar ik elk jaar de cd van koop.
waar ik elk jaar met de liedjes mee zing. En dan zit ik er nu zelf bij. Dat is echt raar. En je bent niet de enige, Joël. Dus we rijden snel door voor de volgende overval. Want we moeten natuurlijk ook nog even tanken. Leuk liedje trouwens. Maar niet zo leuk als het liedje wat straks door de speakers klinkt. Muziek. En dat is toevallig. Daar komen ze net aangereden om te tanken. Eens kijken of ze hun liedje ook herkennen. Magie van June, Nicky en Marijn. Oftewel de derde finalist, You and Me. Ik heb iets voor jullie bij me. Ook heel toevallig. Aan wie mag ik hem geven? Ik ga je. Mag ik hem openmaken? Ja, openmaken en hardop voorlezen. Oh, hier staat het op. Finalist Junior Song Festival 2011, You and Me. Yes! Gefeliciteerd, jullie zitten erin. Ik vind het heel... En jullie gaan niet met deze auto mee, maar jullie gaan met mij mee in die bus. Welkom. Hey! Hoi. Hoi. Gefeliciteerd. Hey. Mag ik één keer horen hoe blij jullie zijn? Ja! 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 Toppie. Ik heb hier nog een envelop. Wie? De volgende finalist gaan we hier overvallen. Bij de muziekschool, die net vandaag een open dag heeft georganiseerd. Er wordt lekker gezongen. En, ah, daar zul je er hebben. Liedewij. Muziek. Kom eens staan. Nee, echt. Hé. Hey. Ik heb iets bij me. Nee. En dat moet je maar even hardop voorlezen hier. Alsjeblieft. Finalist Junior Song Festival 2011, Liederij. Je zit in de Dat is een verschrikken, hè? Echt waar. Echt waar. We zijn op de helft. Nog vier finalisten te gaan. Ik heb hier nog een envelop. Ja. Het is een zij. Oh, oké. Okay. Genoeg groen. En ze ziet heel veel... op internet. Noah. Hey. Inderdaad, Noah is de vijfde finalist. En ik zit in de kapsalon van haar ouders. Noah denkt dat ze vandaag even lekker geknipt gaat worden. Ah, daar zul je er net hebben. Muziek. Volgens mij heeft deze Twitter Queen niks in de gaten. Twitter,
Tijd om Noah te verrassen. Ja. Hoi. Draai eens om. Ik heb iets voor je. Gouden envelop. Nee, meen je niet. Maak hem maar open. Je zit in een halve finale van het AVRO Junior Songfestival. Echt? Echt? Nee. Echt? 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 Oh, dank je wel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Wow. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Het is al lekker gezellig in de bus met al die blije finalisten. Ondertussen rijden we snel verder naar de volgende finalist. Want die is op dit moment hele andere dingen aan het doen. Bij deze vereniging, in de hozende regen, hockeyt Jassir alsof zijn leven ervan afhangt. Muziek. Jij bent mijn leden, wil verven mikken, zijn wat jij bent mijn baby. Jij bent alles wat ik nodig heb, jij bent de reden dat ik deze track rap. Jij bent mijn leden, wil verven mikken, zijn wat jij bent mijn baby. Jij bent alles wat ik nodig heb, jij bent de reden dat ik deze track rap. In de club, en ik zie mijn baby boe, dat is zo sexy, ja mijn baby doet. Niemand kan breken wat zij en ik hebben, ben in love met haar, dan kom ik voor de rappen. Het is real, wat ik voor de voel, ze vindt het fijn, als ik even met de crew. We zijn fly, als jij het voor you, ik wil je alles geven. I got love for you. Dat had ik echt niet verwacht. Ik hoorde daar mijn muziek al. Oh nee, dit is echt leuk. Hey. Dit vind ik echt leuk. Twee keer gescoord, toch? Ja, twee keer gescoord. Ja, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ja. Wat denk je dat we komen doen hier? Ja, van jullie zo'n festival, denk ik. Ja, ik heb iets bij me. Ik denk dat ik al weet wat het is. Zal ik er even over maken? Ja, heel graag. Dit is echt heel leuk, echt. En oranje voor Jassir aan het Junior Song Festival! Ik geloof het toch niet. Nee, maar het was zo, want ik was aan het hoeken en ik hoorde al mijn muziek. Ik dacht, dat kan toch niet? Nou, Jassir is ook blij. Nu de volgende kandidaat blij maken. Sera. Sera denkt dat ze wat gaat eten in een restaurant met haar moeder, zus en haar broertje. Ondertussen parkeren wij een auto naast die van hun en zetten het liedje van Sera aan. En daar is Sera die nog even snel de vergeten portemonnee van haar moeder moet halen. Ze kijkt niet naar de bus. Bah, en dat in die regen. Ik had mijn auto daar even laten staan. Ja, ik hoorde het. Wat hoorde je dan? Mijn liedje. Ik heb het in mijn hand. Oké. Wil je zien wat erin zit? Jawel. Wat leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je zit in de halve finale. Dankjewel. Ja. Wat leuk, ik had het niet verwacht. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nog een beetje beduusd gaat ook Sera mee de bus in. Op naar de allerlaatste finalist van dit jaar.
Voor de laatste overval heb ik jullie allemaal nodig. We gaan... Yes! Maar wat wel belangrijk is, is dat we dat nummer dan even met z'n allen leren. Oh ja. Want we gaan namelijk het refrein zingen. Misschien kennen jullie het al. Ik zei het. Wie? Rachel. Ik ben een puber op de middelbare school. Slaat mijn hoofd erom en wel iets anders aan mijn boven zet. En dit liedje is dus van Rachel, de laatste finalist, die met haar ouders een weekendje in dit bungalowpark verblijft. En daar gaan wij haar over vallen. Lekker hard, jongens. 5, 6, 7, 8. Ik ben een puber. Ik doe wat ik wil. Kom eens naar buiten. Mag ik je even voorstellen? Dit zijn de eerste 7 finalisten van het Junior Songfestival 2011. Maar ja, we hebben natuurlijk altijd 8 finalisten. Dus. Wat denk je? Ja. Als ik ervan uitga, dan denk ik dat ik 1 van de laatste 8 ben. Zou het wat zijn? Ja, ik vind het super tof dan. Ja, ik heb iets bij me. Ja! Jij! Gefeliciteerd, je zit erbij. Ja, jongens, dit is dan de hele groep. Dit zijn de 8 finalisten van het AVO Junior Songfestival 2011. We zijn compleet, jongens! Yeah! Jullie zijn de 8 finalisten van het AVO Junior Songfestival 2011. We gaan een onwijs leuke, spannende, gave tijd met elkaar tegemoet. En die is vandaag eigenlijk een beetje begonnen. Ja. Ook als groep. Jullie hebben het steeds gezelliger met elkaar. Ja. Eigenlijk zo gezellig dat ik me afvraag, willen jullie wel naar huis vanavond? Nee! Nou, dan heb ik al de eerste verrassing. Want Rachel, jouw ouders, die gaan straks weg. En wij blijven met z'n allen hier in de bungalow slapen. You know that I could use somebody.
Het is voor jullie allemaal vandaag een bijzondere dag. Ja. Maar voor één iemand is het vandaag natuurlijk een beetje dubbel feest. Ja. Ja. Cool, hè? Hoera! 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 Polle, doe het! Polle, kun je eens vertellen wat voor cadeau dit voor jou is? Ja, het is een cadeau die ik nooit zal vergeten. Die dag dat ik 12 werd. Echt gewoon een... Ja, een heel bijzonder cadeau. Wie van jullie is er nog niet gewend aan het idee dat hij naar de liveshows gaat? Toen ik hoorde dat ik door was, toen zat ik nog even te denken, droom ik dit misschien? Ja, het was echt zo. Het moment dat je gewoon is overvallen, dat is zo speciaal. Dat is echt een moment dat je nooit meer zal vergeten. Jullie zijn nu allemaal heel ver gekomen. En wat moet er nu nog gebeuren voor jezelf voordat je klaar bent voor die liveshow? Nou, zanglessen, danslessen en die fotoshoot komt nog. Tjoen, waar verheug jij je op? Ik verheug me op de videoclip. Dat lijkt me echt heel cool om dat, zeg maar, om dat mee te maken. En op het gezamenlijke lied. Ja, want jullie zijn, jullie kennen elkaar, de ene nu meer de uren dan de ander. Maar jullie kennen elkaar allemaal sinds vandaag eigenlijk pas echt. Ja, het is nu al een echte band. Hoe kan dat, denk je? Je kent elkaar pas zo kort en dat je dan toch dat gevoel meteen hebt. Nou, ik denk dat het is omdat je eigenlijk wel dezelfde passie hebt. En omdat we natuurlijk ook een beetje hetzelfde meemaken ook. En dat vertel je aan elkaar. Ja, dan leer je elkaar gewoon een beetje kennen. Ik denk dat dat wel het gevoel is. Nu kun je ook eigenlijk niet echt meer afvallen of zo. Nee. Je zit er nu wel echt in en dat is echt een fijn gevoel. Weet je wat het is? We houden allemaal van muziek en zo. Ja. We houden van muziek, we zingen allemaal, we dansen allemaal. Dat is gewoon, we hebben dezelfde hobby's en zo, dezelfde passie. Dat maakt het gewoon één, weet je. Want dit is echt wat iedereen heel graag wil die hier nu zit. Na een fantastische dag is het dan toch eindelijk tijd om te gaan slapen. Welterusten, Joen. Welterusten, Noah. Slaap lekker, Jessie. Welterusten, Sera. Welterusten, Lidewij. Slaap lekker, Marijn. Welterusten, Rachel. Welterusten, Nicky. Welterusten, Joël. Welterusten, Ewout. Nou, lekker charmant. Morgen in het AVRO Junior Songfestival Report brengen de producers, de Future Presidents, een onverwachts bezoek en krijgen de kandidaten voor het eerst hun gezamenlijke nummer Yeah Yeah te horen. En er wordt keihard geoefend tijdens de zanglessen van zangcoach Babette Labij. Mis het niet! Ik denk dat ik soms een beetje te snel wil gaan op sommige momenten. Simsalabim! Zondag! Heb wel wat anders aan mijn boel. Nou, haal je daar aan, dat is helemaal top! Music in my heart. Heart. Kun jij nou niet zingen? Game! Yeah! 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 Niet dansen? Maar wil jij wel heel graag mee naar de internationale finale van het Junior Songfestival in Armenië? Dan is dit je kans. Voor een nieuwe quiz ben ik op zoek naar de allergrootste fans van het Junior Songfestival. Dus ben jij dat? Geef je dan nu op voor VIPs only op juniorsongfestival.avo.nl en wie weet ga jij wel mee naar Armenië.